Ik kan me niet herinneren waar ik eraf moet. Donkere wolken. Het gaat regenen. Het is een soort film en er zitten veel theaterelementen in. En de setting is natuurlijk een theatersetting, maar het is evenzeer voor mij beeldende kunst als een optreden. Het is een beetje alles door, ja. Dat is ook een moeilijke voor de dus, ik blijk mij in een bar te bevinden. Er zijn een aantal mensen, klanten. Er is een vrouw. Ik vraag mij af of dit mijn vrouw is. Het is in elk geval mijn type. We zijn een verhaal beginnen maken dat gaat over een man die eigenlijk een woorden kwijt is en plots een zeer twijfelachtige gids voor zich krijgt. Dus het is een soort Faust-verhaal. Faust is iemand, een dichter die zegt, ik zie het niet meer zitten. En plots staat er een vreemde Mephisto-duivelfiguur voor hem die zegt, ik ga allemaal oplossen. Wel, geuren zijn niet op te roepen door hersenen. Dromen kennen geen geur. Bijgevolg, dit is geen droom. Voilà. Kijk, ik ga weg en dat beslis ik zelf. Kijk, ik ben dat doen, hè. Zie je dat? Hier, ben weg, hè. Voilà. Typisch vluchtgedrag. Maar dat interesseerde ons wel. Iemand die de weg kwijtraakt in de realiteit. Die eigenlijk niet meer goed weet in welke realiteit hij zit. Yes, people. He receives many telephone calls. There is much ado about a caravan. Is it burnt or not? Is this a metaphor? Dat niet thuis voelen vind ik wel een goede. Dat is letterlijk de inhoud van het woord onheimig. Dus ik voel me niet thuis in al die inhoud en de dingen die beweerd worden. Dat elke mening eigenlijk mogelijk lijkt en zo op het internet en zo. Dus in die zin denk ik is het wel iets voor vandaag of voor nu. De grote vraagstukken blijven dezelfde. En hier wordt eigenlijk veel tijd gereisd. En het gaat vooral over existentiële dingen. Dus.